Ik heb hier wat actie beloofd bij de junioren. Het moet er dan maar eens van komen. We zagen Kams. Dan komen we bij Jentel Bekaert. En dat wordt de prominente deelnemers in deze race. Zag je de sprong van Kams? Hij kan het dus. Hè. De Zwitser Rouillet kan het ook. Over zo'n grachtje wippen. Het is toch meteen een andere spektakelwaarde. Het gaat ook een stukje vinniger. En Kams die wacht niet in de openingsfase. Die zet iedereen onder druk in de eerste ronde. En ook hier krijg je die vaststelling. Vrij grote verschillen in het eerste kwartier. Onmiddellijk verschillen opgebouwd. Een treintje van Telenet Fidea met Vrachten en Goeman bij Jentel Bekaert. Dat helpt natuurlijk. Maar toch wordt ook daar alles uiteengeslagen. En toch komen ze weer als een jojotje weer bijeen. En dan krijgt de Zwitser het wat moeilijk. Kijkt daar naar zijn ketting. Maar die zal blijven overleven. Vooraan zien we Bekaert het overnemen van Kams. En dat zijn de twee betere. Dat blijkt al snel door het feit dat ze veel initiatief nemen. Het zijn de ondernemers in het gezelschap vooraan. Kams, ex-BMX'er, is technisch zeer, zeer goed. Jentel Bekaert heeft meer van een flyer, maar komt ook wel uitstekend voor de dag. Ze blijven een tijdje samen met meestal de ondernemer uit Poortmeerbeek, Jelle Kams. In uitstekende doen, winnaar in Hoogstraten en ook in Middelkerken op toch wel totaal andere terreinen. Dus in de na-WK-fase van dit seizoen toch wel de betere, zelfs op internationaal vlak. Al moet je dan heel even Joris Nieuwenhuis opzij denken. Kams als stuntman zit hier in de bergzone. Bekaert wat op achterstand. De Zwitser herpakt zich in de slotfase. Rijdt van Goeman en Vrachten weg. Is dat definitief? Niks is definitief hier in Leuven. Hier zitten adders onder de grond. Daar hangt een wat zwadderende ketting. Er is wat mis. En dan heeft Kams, de leider, toch wel wat tijd nodig om die er weer op te krijgen. En dag, zegt Jentel Bekaert. Ik ga niet wachten op jouw mannetje. Dan lijkt in de slotronde de cross gereden. Is dat zo? Ah, daar komt Kams uit Poortmeerbeek toch weer voor de pinnen. Die komt er op een seconde of drie. Dat worden er twee. Is technisch de betere. Durft ook wat meer explosiviteit, meer durf in die straffe zones te leggen. En dan gaan we naar een sprint. Dat is wel een spektakel. En dan wacht Bekaert wat te lang en laten zich ringelen worden door de wel bijzonder vinnige Jelle Kams. Laatstejaarsstudent humaniora. 1 Kams, 2 Bekaert. En wie wordt dan derde? Is de Zwitser Rouillet op zijn postje gebleven? Dat is zo. Goeman voor Telenet de vierde en Vrachten vijfde. Ik denk dat we nu ook nog een fraai podiumbeeld krijgen. Zo ziet winnaar Jelle Kams eruit. Dat is al een hele vent.